Vandaag in de vlog. Zo, ik heb mooi nieuw beddengoed gekocht. Oh. En ik heb nog goed nieuws. Wow, wat een joekel. Dit is echt next level de Lulu. Maar sinds ik gezakt ben voor mijn rijexamen, ben ik er helemaal van overtuigd dat ik het gewoon kan. Het was in Griekenland ongebruikelijk warm voor deze tijd van het jaar. 30 graden. Gevoelstemperatuur 38 graden. Maar hier is het nu toch ook wel ongebruikelijk slecht weer. Dit is gewoon herfst. Regen. Koud. Ik heb de verwarming aangezet. Het is juni. Wat een overgang. Bonnie appte vanmorgen. Ik voel mijn ten gewoon verdwijnen. Ja. Ik zeg altijd, ik heb het liever iets te koud dan iets te warm. Maar het is wel even heel erg vervelend thuiskomen. Bah, ik hoop dat het snel ietsje beter gaat worden. Maar goed, ik ben weer in Hilversum. Ik ben weer thuis, ik lig weer in mijn eigen bed. Op mijn eigen heerlijke matras. Onder mijn eigen heerlijke deken. Oh, en bij mijn voeten ligt mijn eigen lieve Kai. Hé? Oh, wat fijn. We hebben zoveel geknuffeld gisteren. Iedere keer komt hij bij me op schoot zitten. Lekker bij me geslapen. Ik was helemaal een beetje bang dat hij me na 3 weken niet meer zou herkennen. Dat hij niet meer met me wilde knuffelen. Dat zit wel goed, hè? Ja, en toen ik thuis kwam was ik echt geschokt over wat een grote kat Kai is. Ja, hij is wel altijd al een beetje overgewicht volgens de dierenarts. Maar in één keer dacht ik echt, wow, wat een joekel. Ja, misschien kwam dat toch wel voornamelijk door al die dunne Griekse katten. Want ik ben er nu wel weer een beetje aan gewend. Nou, het is wel echt een grote kat. Ik denk dat we in al die tijd in Griekenland niet zo'n grote kat hebben gezien. Ik dacht dat wilde Kai groot was. Ja, dat was ook een wilde Kai. Het is vandaag maandag aan deze kant van het scherm. En ik ga gewoon even een beetje rustig acclimatiseren nog. Ik heb gisteren al heel veel wasjes gedraaid. Maar toen scheen de zon nog. Maar dit weer duurt het ook echt super lang voordat het droog is. Ik heb mijn koffers verder nog niet helemaal uitgepakt, behalve de kleding. En wat heel leuk is, ik mag gelukkig nog best wel wat Griekenland vlogs monteren. Dus dan ben ik toch weer eventjes een klein beetje daar. Ik heb nog lang niet alles afgekregen daar. Verder had ik nog een paar plannen en ideeën voor vandaag. Maar ja, als het zo vies blijft, moeten we even kijken hoe het gaat. En dan ga ik nu een heel lekkere Nederlandse boterham smeren met Nederlandse oude kaas en dan mijn eigen lekkere vers gemalen koffie. Nou, over de koffie had ik daar niet echt te klagen. Ten eerste zette Bonnie hem iedere dag. Dat was ook al heel luxe. De tweede was echt prima te drinken. Maar ik heb wel gewoon een beetje de handeling van het bodem malen. Lekker vers mijn eigen koffie zetten gemist. Hier zie je een beetje mijn tanline. Met mijn hoofd. Zo, echt oranje. Wakuli. Eindelijk weer. Wil je nou ook lekkere koffie? Er gaat niks boven een vers gemalen bakkie. En wil je nou ook nooit meer vieze koffie hoeven te drinken? Neem dan lekker een abonnementje op Wakuli. Krijg je zo vaak als je wil een heerlijk zakje bonen, gemalen koffie of cupjes opgestuurd. Dan heb je altijd goede koffie in huis. Waarbij de boer ook nog eens een eerlijke prijs krijgt voor zijn bonen. En als je mijn kortingscode gebruikt, krijg je maar liefst 50% korting op je eerste 3 bestellingen. Dat betekent dat je dus 3 van zulke zakjes voor de helft van de prijs krijgt. Dus, waar wacht je nog op?
Het is 2:15. Ik heb lekker zitten werken. En ik zie dat het droog is. Dat is misschien wel het moment om even de stad in te gaan. Ik wil een paar dingen doen. De wegwerpcamera wegbrengen naar de Kruidvat of de Hema of zo. Dat was een cadeautje van Bonnie. En we hebben de afgelopen 3 weken het hele rolletje volgeschoten. Ik ben zo benieuwd naar het resultaat. Maar op een gegeven moment zei Bonnie, volgens mij heb je je vinger voor de lens. Want bij zo'n wegwerpcamera is wat je door de viewfinder ziet niet per se wat de lens ziet. Dus ik ben echt bang dat ik straks 30 foto's heb met mijn vinger voor de lens. Oh, ja, zou ook wel weer grappig zijn. Die ga ik wegbrengen. En ik heb tijdens het wassen, kijk, mijn hele kamer staat vol met was en overal hangen lakens en dekens. Ik moest namelijk het beddengoed van de katten oppas, het beddengoed van Jesse en mijn beddengoed van mezelf voordat ik op vakantie ging wassen. Toen ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen, het wordt misschien wel eens tijd voor mooi nieuw beddengoed. Ik had van dat hele mooie, chique, witte beddengoed. Een soort, van het knisperige, ja, niet echt linnen geloof ik, maar van het lekkere katoen. En daar zitten een paar gore vlekken op. En dan weet ik niet, ja, dan wil ik niet iemand anders dan mijzelf de schuld geven van het veroorzaken van die vlekken. Maar het voelt niet echt fris om daar weer onder te gaan liggen. Dus ik dacht, ik loop even naar de beddenwinkel. Er zit hier in de buurt een hele mooie beddenwinkel. En dan koop ik even een goede nieuwe Molton. Een nieuwe matrasbeschermer, want die is ook echt, ja, die is zo oud als mijn matras, denk ik. Dus 1 of 2 goede stevige hoeslakens. En 1 of 2 dekbed overtrekken en kussenslopen. Want die witte kussenslopen die ik heb, die zijn ook niet meer zo heel wit. En ik heb nog goed nieuws over Pepper. Pepper is de kat die de eigenaar van het huis waar we de afgelopen 2 weken hebben gelogeerd op een gegeven moment meenam. Die kat had iets aan zijn benen gekregen en de eigenaar van het huis die heeft hem toen laten revalideren bij hem thuis. En die dacht, ik neem hem weer even mee om even weer zijn vriendjes te zien en de omgeving weer even te zien. Te kijken hoe hij daarop reageert. Nou, dat was heel duidelijk. Hij ging er meteen vandoor. Maar die was weg en die hebben we vervolgens ook nergens meer gezien. Tot vandaag kregen we een berichtje. Heel leuk van de eigenaar, een update. Dat Pepper is gevonden en hij was samen met de rest aan het eten. Heel erg fijn om te zien en misschien ook voor de mensen die zich er zorgen over maakten. Pepper is terecht en ik vind het sowieso heel leuk om de katten weer even te zien. Dus ik hoop dat ze af en toe updates blijven sturen. Oh, ik mis ze wel erg. Goed, ik ga even op buienradar kijken voor de zekerheid en dan naar buiten. De zon is ervan gaan schijnen. Mijn camera is ingeleverd bij het Kruidvat uiteindelijk, niet bij de HEMA. Wat ik eigenlijk wilde, maar die doen dat niet meer. Die ontwikkelen geen analoge rolletjes meer en geen wegwerpcamera's. Wist ik helemaal niet. Ook nog even bij de fotowinkel geweest om te kijken of ze een nieuw beschermfilter voor mijn lens hadden. Waar ik hem op heb laten vallen in Griekenland. Die hadden ze wel, maar die was iets van 70 of 80 euro. Zeiden ja, het is dat of een nieuwe lens. Dus nou, ik kan hem online wel iets voor minder dan 40 euro vinden, dus ja, jammer voor ze. Ik vind het een leuke winkel, maar zo duur. En nu loop ik naar de matrassenwinkel. Bij matrassenwinkels en beddenwinkels moet ik toch ook altijd aan Donald Duck denken, die dan als beroep matrassentester wilde. Yo! Zo, ik heb mooi nieuw beddengoed gekocht. De winkel waar ik eigenlijk heen wilde, Morpheus, die was dicht op maandag. Ik had al een beetje op hun website gekeken, dat had ik wel wat, ja, vooral een heel ruime keuze gezien. Maar toen kwam ik terecht bij Van Dijk. Die had een iets minder goede website, maar ik ben blij dat Morpheus dicht was. Het was zo'n mooie, leuke zaak. En hofleverancier, heb ik me laten vertellen. Dus Willem, Alexander en Maxima slapen onder dezelfde dekbedden als ik. En ik ben zo aardig geholpen. Nou, ik zal zo even laten zien wat ik heb gekocht. Het was een rip uit mijn lijf. Maar die vrouw zei, ja, maar je brengt er zoveel tijd door, hè, in je bed. Zeker waar. Ik weet niet hoe ze dat weet, maar zeker waar. Zo, wat een grote hond.
beddengoed. Ook voor jou fijn. Zo. Oh ja, ik was dus bij de kruidvat om een rolletje in te leveren. De bestelling is na circa 14 werkdagen op te halen. Zo, wat veel. Ik had niet verwacht dat het zo lang zou duren. Maar goed, ook wel weer leuk. Tegen die tijd ben ik echt vergeten wat we ook weer hebben gefotografeerd. Ik heb bij de kruidvat nog iets gekocht. Namelijk deze Dove Body Love Restoring Care Body Lotion for Dry Skin with Coconut Oil en Almond Milk. Want Bonnie had naar zijn kind zo'n lekkere soort body butter van de body shop meegenomen. Die heel lekker naar kokos rook. Ik had er een paar keer, nadat we de hele dag gezond hadden, een paar keer mijn benen mee ingesmeerd en mijn armen. En dat rook zo lekker. Maar Bonnie vertelde dat ze die niet meer verkopen. En bovendien zat er ook een soort glittertje in. Dat, ja, misschien niet. Het ruikt ook lekker. Ja, ik hou zo van de geur van kokos. Ja, en toen ging ik naar Van Dijk. The Art of Bed and Bath Fashion. Daar moet ik wel erg om lachen. The Art of Bed and Bath Fashion. Bedmode, badmode. Ongelooflijk. Ik ging naar binnen en ik zei, ik zoek wat nieuw beddengoed. En ze zei, nou, dat komt goed uit, want dat hebben wij. Ten eerste een Molton. Mijn bed is 1,60 bij 2,20. Daar past hij precies op. Eigenlijk zit een soort matrasbeschermer die nog onder je hoeslaken zit. Die voor mij was erg aan vervanging toe. Ze hadden volgens mij ook geen keuze. Dus dat was eigenlijk wel prima. Ja, heel lekker zacht. Maar goed, je ligt er dus niet op. Kostte dat? Waar is de bom? 59,95. Die gaat jaren mee. En ze zei, je moet hem wel eerst even wassen. Want hij moet nog een beetje krimpen om lekker strak te zitten. Toen hebben we heel lang alle mogelijke dekbedden geprobeerd. Terwijl mijn wens was vrij simpel. Helemaal wit. Geen werkje, geen patroontje, geen dingetje, geen flupje. Maar alsnog had ze behoorlijke ruime keuze in wit beddengoed. Ik heb van alles gevoeld. Ik heb satijn gevoeld. Ik heb katoen gevoeld. Ik heb hotelkwaliteit katoen gevoeld. Canvas? Canvas gevoeld. Katoen satijn of satijn katoen. En er is nog een soort katoenvorm met een heel hoge draaddichtheid. Ik heb van alles gevoeld. We begonnen bij die hele dure. Toen dacht ik, ja, het is wel lekker stevig, maar niet heel zacht. Gingen we naar het gewone katoen. Ah ja, dit is wel lekker zacht, maar het ziet er een beetje... Ja, het ziet eruit alsof je het al eigenlijk al 3 jaar heel heet gewassen hebt. Dus toen 100.000 opties later kwamen we uit bij de hotelkwaliteit. Van Dijk Premium, de Exclusive Collection. Ik denk dat Maxima hier ook onder slaapt. Dat zijn dus 2 kussenslopen. Ja, er zit toch een klein beetje een werkje in. Kijk, hier zit een soort van heel subtiel streepje. Nou, daar kon ik mee leven. Dus dit is en zacht... En stevig, maar niet super dik. En een dekbedovertrek waar dat werkje volgens mij niet in zit. Deze kosten, ja, hou je vast, ik heb nogal een grote dekbed. €239,95. Maar dan heb je ook wat. Jesus. En toen waren we nog niet klaar natuurlijk. Want er moest nog een hoeslaken bij. Van 1,60 bij 2,20 dus. En daar heb ik gekozen voor de Jersey. Ze hadden ook daarvan een iets dunnere. Met een enkele elastiek. En een iets dikkere. Ja, story of my life. Toen kwam ik toch weer bij de dikkere, duurdere versie uit. Want dit voelde gewoon zoveel lekkerder dan die dunne flup lakens. Die dek met overtrek en hoeslaken hoefde ik niet per se eerst te wassen trouwens. Ik weet dat de meeste mensen dat wel zouden doen. Maar ja, het spaart mij wel een hoop gewas. En deze was... €89,95, ja. Nou, als deze nou heel goed bevalt, dan koop ik hier nog eentje van. Was even een investering, totaal... Heb ik €389,85 afgetikt. Maar hier ga ik wel heel lekker onder slapen. En dan kan ik ook een beetje van die oude zooi weggooien. Dat scheelt ook weer wassen. Hier is de washandleiding. Oh, hier staat wel. Dienen voor gebruik gewassen te worden. Gebruik hiervoor bij voorkeur een vloeibaar wasmiddel zonder bleekmiddel. Kai zit nu op die tas van de winkel. Is het een fijne tas? Mag jij de tas hebben? Ik ga nog even werken en even wat was ophangen. En dan ga ik lekker eten. Ik heb nog wat van gisteren, dus dat scheelt ook. Toch een beetje besparen. Agressief, brutaal,
mijn hele huis hangt nu weer vol met witte lakens. Ik heb toch maar alles voor de zekerheid gewassen. En het ruikt heerlijk. Dat betekent wel dat ik er vannacht nog niet onder kan slapen. Oh, ik ben kapot. Het is 1:30. Ik ga lekker naar bed. Morgen heb ik weer rijles. Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in, denk ik. Ik heb... dit is echt next level de Lulu. Maar sinds ik gezakt ben voor mijn rijexamen... ben ik er helemaal van overtuigd dat ik het gewoon kan. Ja, ik realiseer me hoe het klinkt. Maar eerst was ik bang dat ik misschien door heel lang niet te rijden... alles weer zou verleren. Maar ik heb nu helemaal een soort... het tegenovergestelde gevoel, ja, een beetje overmoedig bijna. Dat ik gewoon denk, ja, juist doordat ik het even een tijdje niet heb gedaan, heb ik soort iets meer overzicht of zo. Of heb, ja, in ieder geval helemaal gemotiveerd om gewoon morgen in die auto te stappen en gewoon weg te rijden en even te laten zien dat ik het kan. Waarschijnlijk gaan we ook weer de bijzondere verrichtingen allemaal opnieuw doen. Dus dat wordt natuurlijk wel weer even... Ja, daarvan ben ik wel weer alles vergeten. Maar goed, ik zou jullie laten weten hoe het ging. Ik heb morgen ook weer therapie. Daarvoor moet ik ook even goed nadenken wat ik wil bespreken. En of ik misschien voorlopig even wil stoppen daarmee. Maar eerst maar eens even lekker slapen. Dankjewel voor het kijken en tot morgen. Kijk maar even. Doei! Mijn haar lijkt wel groen. Mijn haar lijkt weer een beetje groen. Volgens mij is mijn camera een beetje van slag door deze huidskleur of zo.